Dit begint ook wel aardig vorm te krijgen. Dus ik zat te denken, aangezien jij zo lekker gaat hierop, dat jij dit even cheft. Want dan kunnen wij alvast zo'n hokje gaan halen. Een eendenhok. Maar begint Henry ook wel aardig een beetje los te komen. Die was heel zenuwachtig toen je aankwam. Echt? Dat zei hij ook. Van, ik vind het echt fucking spannend. Oh, ik had dat niet door. Maar dat is bij hem denk je altijd, oh, hij speelt het. Hey, maar dat berg waar jij bent opgegroeid, dat was dus heel vrij allemaal. Toen ik klein was, was dat heel vrij, ja. Waren jouw ouders ook hippies? Mijn vader was fotograaf, die deed veel mode. Het was de jaren 70, er was veel naakt. Vrijheid, naakt. Ja. Iedereen ging, rookte en dronk, waar wij kinderen allemaal bij waren. Ik vond het leuk, maar ook wel heftig als kind. Het was een beetje grenzeloos. Ik praat ook veel over met vrienden van mijn leeftijd die ook zo'n opvoeding hebben gehad. Dat is heel leuk, maar je wordt er ook wel echt zelf veel burgerlijker van. Omdat je tegen je ouders af gaat zetten of omdat je... Nou ja, ik wilde mijn kinderen wel wat meer grenzen meegeven. En ik kreeg wel een monogame relatie. En daar ben ik natuurlijk later ook allemaal weer mijn vraagtekens bij gaan zetten. Maar ik had heel erg behoefte aan dat soort structuur, ja. Ja. En heb je dat weten te vinden toen? Binnen die grenzeloosheid, om jezelf wel een beetje in te kaderen? Nou ja, in ieder geval ging ik heel jong studeren en heel hard studeren en werken en heel vroeg trouwen en heel vroeg kinderen krijgen. En dat plaatje, zoals ik het wilde hebben, maken. Ja. Ik weet niet of ik dat deed uit afzetten of... Ik zocht gewoon heel erg die veiligheid van een eigen gezin, denk ik. Betekent het dan dat je toen onveilig voelde op een manier? Of? Als ik erop terugkijk, denk ik wel dat ik vanuit onveiligheid dat zocht. Ja. Ja. Waar lag dat dan aan, dat gevoel? Nou, ik heb natuurlijk iets naars meegemaakt vroeger. Op mijn 14e ben ik verkracht. Ja, daar heb je veel over geschreven en verteld. En doordat ik dat voor mezelf hield, gaf dat me dat ook heel erg... Ja, ik was heel erg op zoek naar vertrouwen of zo. Naar iets wat ik kon vertrouwen. Ja. Heeft het lang geduurd voordat jij je weer veilig voelde? Ja, maar ik voel me nooit echt 100% veilig. Nog steeds nee, niet? Nee. Zit dat nog steeds in jou? Ja, dat zit echt in mij. Ja. Als ik niet lekker erin zit of ik heb een heel erg kater of dan... Ja, nee. Dat is wel mijn ding, ja. Kut. En, hoe uitzicht het dan? Nou, ik denk dat ik sowieso heel erg kat uit de boom kijkerig altijd ben. Ja. En nooit 100% mezelf verlies in iets. Ik heb wel echt paniekstoornis gehad een tijdje. Oh. Dat is wel voorbij, hoor. Okay. Maar dat... Als ik mezelf zeg maar voorbij ren en dan krijg ik dat paniekgevoel en dat wordt getriggerd door dat onveilige. En ja, nu klink ik heel erg alsof ik net van mijn therapie afkom. Maar nee, ik 100% veilig voel ik me niet, nee. Eigenlijk bij mij, ik kreeg het meeste last van toen mijn dochter die leeftijd kreeg die ik had. Toen het gebeurde. Ja? Ik was zo bang en zo... En ik ging die angst op een gegeven moment ook echt misbruiken. Dus ik had de neiging om mijn kinderen erg te gaan chanteren. Nou. Dat ik ze die angst oplegde van, kijk, zo is het met mij afgelopen. Dus als jij dit doet, dan gaat jou dat ook overkomen. En dat vond ik niet netjes van mezelf. Waar zou jij je dan echt graag in willen verliezen? Als je die angst kan laten gaan? Ja, ik zou me vooral willen durven verliezen in de liefde. Daar ben ik heel slecht in. Ja, liefde is een vak apart. Nou, echt? Ja. Dat heb ik eigenlijk pas ook sinds mijn 40ste, dat ik denk, nou ja, zoals ik zei, zo'n feest geven of muziek. Of... Ik hou heel erg van me daar dan weer wel in te verliezen. Of kleedpartijen. Klinkt allemaal heel kinky, die feestjes van jou. Wanneer word ik eens een keer uitgenodigd?
het. Ik zet hem hier neer. Prachtig. Hop. Hallo. Charles, hi. Wij zijn een nieuwe verblijf voor de... Eenden. Ik ben allergisch voor iets. Ook niet voor mij. Ja. Wij zijn een nieuw verblijf voor de eenden aan het maken. Ja. En wij kwamen dus even in een eendenhok. Ja, dat had ik nog in de aanbieding. Oh, dan moeten we in elkaar... Ja, je moet het wel in elkaar zetten, ja. Maar ik begreep dat jij geen geld aannam. Nee, nee, nee. Maar dat we iets in ruil moesten wel, doen. Ik heb er wel een ander klusje voor, ja. Ja? Eendenkroost scheppen uit de vijver. Auw. Loop maar mee. Check your bucket. Check your bucket. Hallo. Paulus. Heet die Paulus? Ja. Hé, hey, ja. Opdat een kalkoen een pauw in zijn reet neukt. Ja. Waarop die pauw zegt... Want die kalkoen zegt... Oh, nee hoor. Het is een grapje. Ja, dan mogen jullie hiermee instappen. Ze instappen? Je moet wel wat voor dat ene hok over hebben, hè? You better check your bucket. You better check your bucket. Oh, dat is heel glad. Oh, lekker. En dat was Saskia Noord. Ik ga niet op mijn bek. Echt niet. Verdwenen in de kikkerdril. Geen vissen in, Charles. Het spettert ook wel een beetje, hoor. Niks mis mee. Ik denk ook heel veel aan Henry, die zegt dat zij mijn vrouw ook vannacht. Maar... Everybody needs... Sorry. Wow! Wat een beest! Wat is dit? Een soort onderwatertor. Ja, die moet je maar even terugzetten weer. Nou ja, joh. I wish I could go back and do the things I forgot to do again. I wish I could go back and do. Hallo. Hallo. Hoe is het hier? Ja, goed. Het is wel al lang alleen gelaten. Ja, het ging wel goed hoor. Ik had de dieren, de vogels. In hok. Wat? Ja, ik kom maar mee, want ik heb gewoon keihard. Ik ben gewoon helemaal murf, want ik heb gewoon keihard gewerkt. Oké. Okay. Tada. Ja, netjes. Wow, dit mooi, is wel heel netjes. Allemaal nieuwe paaltjes. Je hebt echt heel hard gewerkt. Ja, dat ziet er wel helemaal eendeproef uit dan, ja, op deze manier. Ongelooflijk. Ja, daar nog een hek. Ik heb wel een beetje honger al. Wat jullie? Ik ook. Ik heb zo hard gewerkt. Absoluut. Ja. Als jij dan gaat koken, kunnen wij mooi even dat eendenhok in elkaar zetten. Ja. Ja, toch? Ja. Ja.